Wat ik hier heel erg handig aan vond, is dat er dus een uitneembaar extra teddyjasje in zit. Wat hebben we hier? Jasje met teddyoortjes. Love it! Oh mijn god, ik heb echt te veel gekocht. En leuk dat je naar Your Little Black Book kijkt. Ik ga vandaag een nieuwe shoplog video opnemen. Want zoals je ziet, ik ben losgegaan bij de Zara op de nieuwe collectie voor Manuel. Ik heb alles redelijk op de groei gekocht als het goed is. En ik ga vandaag uitpakken wat ik precies heb gescoord. Ik vond zelf de nieuwe collectie heel erg leuk. Ik ga snel beginnen, want ik maak er een lekkere, korte, snelle video van. Een beetje als afwisseling op de weekvlogs. Oh, deze vind ik leuk. Ik pak gelijk echt een van de leukste dingen uit, volgens mij. Dit is een parka jasje. Die heb ik gekocht in maat 80. Dus als die 9 maanden is. Dat is dus echt op het hoogst van de winter. Wat ik hier heel erg handig aan vond, is dat er dus een uitneembaar extra teddyjasje in zit. Zodat je hem lekker warm kunt maken voor de winter. Capuchonnetje erbij. Met kunstbont uiteraard. Geen echt bont. Dat zou ik nooit kopen voor Manuel. Ik vind hem gewoon zo stoer. Laat het zo zijn dat Lennart ook zo'n groene jas heeft. Zo'n parka. En ik heb er ook nog wel ergens eentje in de kast liggen. Volgens mij een oude Burberry of zo. Ik vind hem gewoon echt super cool. Dat wordt lekker twinnen met de hele familie. Ja, dat kunnen sommige mensen leuk vinden. Sommige mensen stom. Ik vind het dus geweldig. Dus dat gaan we gewoon doen. Eens even kijken. Oh, ook heel erg lief. Deze heb ik voor 6 tot 9 maanden genomen. Een vestje. Gewoon leuk om met een rompertje eronder of een ander klein overhemdje. Echt een beetje zo'n preppy, prep school vestje van Zara. Ik sta trouwens even kijken. Deze is €19,95 en Le Jacket is €40. Nou, moet kunnen voor een winterjasje. Alles is een beetje in maat 74 al gedaan voor hem. Super cute ook, dit wollen gebreide vestje. Wat hebben we hier? Gewoon een lekker joggingbroekje. €8,95. In de kleur roest zou ik het een beetje noemen. Roestbruin is echt een van mijn favoriete kleuren. Terra kan je het ook wel noemen. Dan nog een broekje. Een groen broekje met luipaardprint. Oeh, die vind ik ook heel erg leuk. Die heb ik genomen in 80 centimeter. Dus die is echt alweer voor als die nou ja, nog weer iets ouder is. Dus vanaf ongeveer eind december. Love it. Shit, ik heb echt te veel gekocht voor hem. Maar het is ook gewoon zo leuk. Jasje met teddyoortjes. Love it. Dat vond ik namelijk echt zo jammer, weet je. Dan heb je allemaal van die leuke newborn kleertjes. En dan zegt de kraamhulp, nee, met een capuchonnetje op, dat kan niet hoor. Ja, misschien even voor de foto, maar dat kan hij niet aanhouden. Want straks raakt hij verstikt in het capuchonnetje. Zit je dan met al je vestjes met je teddyoortjes. Dus ik dacht, nou, als die 9 maanden is, dan maak ik me daar iets minder druk om. Dus wat heb ik gekocht? Een vliesjasje met teddyoortjes. Ook super leuk voor op de wintersport. Wat we trouwens gaan doen als het goed is dit jaar. €21,95. Donkergrijs. Dan heb ik hier nog een gewoon leuk longsleeve in okergeel. €4,95. Die heb ik trouwens gekocht in maat 68. Dus dat moet ik even goed op een andere stapel leggen. Want dat kan die eigenlijk dus nu al aan. Oh ja, deze was ook leuk. Oh mijn god, ik heb echt te veel gekocht. Ik ga van de jassen een keuze maken, denk ik. Ik ga er eentje terugsturen. €25,95 is deze. Een corduroy ripjasje. Ik ben zelf op zoek naar een hele leuke corduroy broek met een flared, met flared pijpen. Ik denk gewoon in zwart of misschien wel mooi donkergroen of zo. Want dit is ook heel erg lief. Ik zie Manuel hier gewoon al helemaal in lopen. En dan heb ik nog van vorig jaar van de H&M zo'n heel leuk mutsje met van die oortjes. Luipaardprint gebreid. Volgens mij gaat dat zo'n toffe combinatie worden. Deze had ik ook in maat 80 gedaan, dus voor 9 tot 12 maanden. Dus jullie gaan het voorlopig nog niet terugzien op Instagram. Het gaat voorlopig even de kast in. Dit truitje is ook voor die fase. Heel erg leuk en mooi. Echt zo'n kabeltruitje in legergroen. Nou, dat was het. Al wilde ik zeggen, maar even wachten hoor. Ik kan dit niet echt al noemen. Het is gewoon echt mega veel. Ik ben er echt super blij mee. Ik ga nog even kijken of ik iets ga terugsturen. Omdat ik misschien wel te veel heb gekocht. Of dat ik het toch allemaal ga houden. Ja, ik denk dat... Ja, ik weet het nog niet. Ik ga wat oude kleertjes van Manuel verkopen. En dat is dus eigenlijk mijn strategie. Dat ik steeds door het verkopen van de oude kleertjes weer leuke nieuwe dingen voor hem mag en kan kopen. Ja, weet je, misschien ook een tip voor jullie om te kijken. Want ze groeien zo snel uit die kleertjes. Dat je, ja, weet je, ze kunt maar zo kort aan. Dan kan je het gewoon maar beter daarna misschien wel verkopen. Ik weet ook niet of ik alles maar kan en wil bewaren. Of van een tweede willen, dat ja, weet ik eigenlijk gewoon nog niet echt nu.
En ja, we hebben gewoon een heel klein huis. Dus ik ben echt eerder van gewoon verkopen. En tegen die tijd wil je namelijk voor je nieuwe babytje waarschijnlijk weer alles gewoon ook weer gaan kopen. Dus ja, ik heb een tasje gemaakt voor Manuel met spullen die ik van hem ga verkopen. Ik ga dat binnenkort allemaal online zetten. En ja, ik heb alvast een voorsprongetje genomen en dit gekocht. Ik vind het zo lief. Oh, ik vind het allemaal zo ontzettend lief. Ik ben er super blij mee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Thanks als je het video helemaal hebt uitgekeken. Het is dus een wat kortere, snellere video. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden als afwisseling op de normale vlogs. Die ja, soms gewoon een beetje onregelmatig online komen. En dan heb ik wat leukere video's, ook die wat korter zijn, achter de hand voor jullie om naar te kijken. Misschien maak ik hier ook wel een Instagram Stories edit van. Of een Instagram TV edit van. Dan kan ik jullie gewoon weer nog meer laten zien. Voor in ieder geval, thanks voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op het kanaal om geen enkele video meer te missen. En zet dan dat belletje aan. Want dan krijg je namelijk gewoon een berichtje in je mailbox als er weer een nieuwe video online staat. Voor nu, thanks voor het kijken. En dan zie ik jullie heel snel in de volgende video.